Herinneringen aan de Mariakerk door Paulien Ongering. De Mariakerk was als gebouw bij een aantal belangrijke momenten in mijn leven in beeld. Als kind ging ik met mijn ouders mee naar de kerk. De Mariakerk aan de Wilhelminalaan, 30 stappen vanaf ons huis. Als kind vond ik geloof ik niets van die kerk. Het was gewoon zo, we kwamen daar. De gekleurde ramen waren wel integrerend. Daar kon je lang naar kijken. Mijn herinnering aan de Mariakerk, Agnes Gazenberg. Wakker worden met geluid van de kerkklokken, voor mij nog altijd een geluid dat me een veilig en vertrouwd gevoel geeft. Iedere ochtend gingen we eerst met z'n allen naar de kerk, daarna ontbijten en dan naar school. Toen ik een jaar oud was, verhuisden we naar de Wilhelminalaan. Mijn vader gaf al les op een lagere school in Oosterhout. Korte tijd later werd hij aangesteld als hoofd van de nieuw te bouwen Nicolaaschool, nu de Zwaaikom. Daar ging ik zelf ook naar school, want er was aanvankelijk een afdeling voor meisjes, gescheiden van de afdeling voor jongens. Later werd er een meisjesschool naast de Nicolaaschool gebouwd, de Bernadetteschool. Als kind was het gebied ons speelterrein, als in een heilige driehoek ons huis, de kerk en de school, onverbrekelijk verbonden met elkaar. Herinneringen aan de Mariakerk door Willem Razenberg. Ik ben eens een paar weken koster geweest. Ik vond de hosties wel lekker en heb toen een hele stapel ongewijde hosties opgegeten. Later begreep ik dat bestoof vroeger een statistiek bijhield over hoeveel mensen ter communie waren gegaan. Ik herinner me dat je als lid van een jongenskoor in het gangetje tussen de kerk en de pastorie een zwarte jurk en een wit met kant afgezette kleed, hoe heet het ook alweer, aantrok. Die witte dingen leken altijd schoon gewassen. Ze roken heerlijk fris. Ik zie mezelf nog als missienaar geknield op de altaartrede zitten, rinkelend met de koperen belletjes. En uiteraard ben ik ook hierbij een keer flauw gevallen. Vrolijke man. Op de lagere school, naast de kerk, kregen we ook godsdienstles van bestoof Vroger. Best leuk vond ik dat, een vrolijke man. Ik herinner me nog dat we op Goede Vrijdag met de hele school naar de kerk gingen.
Op Aswoensdag gingen we 's ochtends in diepe droevenis dat carnaval afgelopen was voor school ons askruisje halen. Mariakerk Oosterhout. Wat was mensen een eigentijdse plek voor afscheid kunnen bieden? De warmte van de gele wand voelen. De rust en de beslotenheid van de rode nis ervaren. Van de binnentuin en uitzicht erop genieten. Wat blijft is dankbaarheid aan de vrijwilligers voor het geduld en de goede zorgen. Heimwee naar een bijzondere plek die thuis voelde voor velen. Ik ben net aan het mopperen. Ik zat bijna gevloekt. Maar dat zeg ik niet, hoor. En dat mag niet in de kerk, hè? Nee, dat hoort. Als je moppert, zeg ik het niet, hoor. Nee. Oh. Een afscheid. Afscheid nemen betekent meestal verdriet, pijn, teleurstelling. De bewoners van de Maria-parochie zijn deze keer aan de beurt. En ook spoedig. Maar er is nog veel te regelen. Nog veel mensen moeten, kunnen, zelf een beslissing nemen welke kerk de keuze wordt om op vaste dagen een kerkdienst te volgen. We hebben gelukkig een goede vriend iedere week, het Weekblad Oosterhout. Voor oudere kerkleden, zelf ben ik 88 jaar oud, is de afstand naar de kerk een belangrijk feit. Daarom kiezen wij voor de basiliek op de markt. Toch vraag ik me af, hebben wij genoeg druk zelf uitgeoefend, zodat de Mariakerk had kunnen blijven bestaan? Een vaste kern van gelovigen, een koor onder deskundige leiding van een enthousiaste dirigente. Wat zullen we ze missen? Diverse mensen waren behulpzaam als men een beroep op hen deed. De culturele interesse verandert. Wie blijft de kerk trouw? Als reële waarnemer moet men akkoord gaan met de genomen besluiten. Nog een vraag. De verlaten gebouwen, door wie zijn die te gebruiken? Moeilijk, denk ik. Laten we de kerkleden aanmoedigen om de kerken die blijven trouw te blijven. Omdat Oosterhout niet zonder kan. Door Antonius van Engelen. Helaas gaan wij sluiten en hebben wij 26 juni onze laatste viering om 11 uur. En daarbij bent u van harte welkom. Wij sluiten dan een bewogen tijd af. En voor veel parochianen die hier hun leven hebben gesleten met doop, communie, huwelijk en begrafenis, is dit een bijzonder emotionele dag. Het zal wennen zijn als dit gebouw er niet meer is, juist in deze tijd waarin veel mensen vormen zoeken voor een nieuwe spiritualiteit, zijn gebouwen als de Mariakerk belangrijk. Vriendelijke groet, Pauline.